En mogen dan domme bananen zijn, wij hebben ook onze gevoelens. Hè? De reeks gaat over een opa die probeert om iets grappigs te doen of iets ernstigs voor zijn kleinkinderen. Hij heeft natuurlijk niet alles ter beschikking wat hij zou willen hebben, dus hij moet knutselen. Hij moet behelpen en hij moet eigenlijk proberen om dingen die niet zijn wat ze zijn, toch te doen doorgaan voor wat ze behoren te zijn in zijn hoofd. Maar daarom niet in dat van de kinderen. Dus de kinderen doorzien hem vaak, zijn spel. Ik was zeer coronafoob en ik heb mijn kleinkinderen niet willen opvangen gedurende maanden. En om toch iets te doen voor hen, heb ik dan kinderspel van morgen maandag weer boven water gehaald. Dag Jan, dag Agnes. En wie is dat hier? Superman. SM Superman. Ook heel toevallig, in november had ik die poppetjes teruggevonden, omdat ik tijdens die golf de zolder aan het opkuisen was en mijn hele tv-archief teruggevonden heb. En toen dacht ik, ja, daar kan ik eigenlijk wel mee weg. En dus maakte ik per dag twee filmpjes. Eentje voor Arthur en eentje voor Frida. En ze mochten gaandeweg bestellen. Ik ben toen begonnen met al dat soort zaken te doen, maar echt op dagelijkse basis. Dus ik heb er gewoon honderden gemaakt in het voorjaar. Maar die waren wel gepersonaliseerd voor mijn kleinkinderen. Mijn inspiratie haalde ik in het begin altijd bij mijn kleinkinderen zelf. Ze mochten bestellen. Het moest daarover gaan. Een onmogelijk scenario doorgaans, met veel te veel ingrediënten. Maar voor de rest komt de inspiratie met de figuurtjes, denk ik. Dus ik zie bananen liggen en ik laat bananen redelijk lang rotten. Omdat dat voedzamer is als je dat eet voor je gaat fietsen. En dan dacht ik, ja, een rotte banaan, dat is een oude banaan, dan heb je een oud personage. En, zo, ja. En als je veel poppetjes bijkoopt, komt er ook altijd wel iets tevoorschijn. Ik vind het altijd wel een oplossing dankzij het arsenaal dat ik ondertussen verzameld heb.